Steenbok, welkom bij jullie maandreading voor de maand mei 2023. We gaan kijken welke boodschappen jullie nog mogen ontvangen voor het resterende gedeelte van deze maand. En dit is een algemene reading voor iedereen die Steenbok in zijn zon, maan of ascendant heeft. En alle crosswatchers natuurlijk. Maar het kan en zal niet voor iedere Steenbok resoneren. Dus neem alleen datgene mee wat bij je past, wat resoneert. En laat de rest los, Steenbok. We gaan beginnen met het Moonology Oracle Deck. Eén kaart valt er al uit voor jullie. En de tweede, wat mogen we nog meer ontvangen voor Sterrenbeeld Steenbok Universum voor de maand mei 2023? Ja, dankjewel. De eerste kaart, Steenbok. Je bent goed genoeg. Dus je kunt je wat onzeker voelen. Dit kan te maken hebben met een relatie. Nieuwe persoon die je wellicht hebt leren kennen. Je kunt ondanks door een periode van healing zijn gegaan. Doordat een relatie beëindigd is. En je kunt al een langere tijd single zijn ook. Maar we hebben hier, je bent goed genoeg. Ook op werkgebied kan dit betrekking hebben. Als tweede kaart, mediteer. Denk na. Neem je rust. Ja, mediteren kan je inzichten brengen. En dan hebben we, nothing will come out of this situation. Dus kijk hoe dit resoneert, Steenbok. Niets zal uit deze situatie komen. Onder op het dek hebben we de kaart, verwacht een hele krachtige grote verandering. Verwacht een grote verandering. Steenbok. We gaan de Romance Angels, kaarten gericht op liefde, relaties, schudden. En kijken wat zijn de boodschappen voor jullie Steenbok op het gebied van liefde en relaties. Voor de maand mei 2023 voor Steenbok. Ja, ik zei je kunt iemand nieuw hebben leren kennen. We hebben hier nieuwe liefde. Een nieuwe persoon heeft romantische gevoelens bij je opgewekt. Wat mogen we nog meer ontvangen voor Sterrenbeeld Steenbok? Heart-to-heart conversations, Steenbok. Gesprekken van hart tot hart. Eerlijk bespreek eerlijk je gevoelens met de ander. Bespreek eerlijk je gevoelens met de ander. En het kan een nieuwe liefde zijn. Wat mogen we nog meer ontvangen? Binnenroepen van je soulmate. Je gebeden, je affirmaties, je visualisaties zullen jou samen helpen brengen met je soulmate. Dus weet, datgene waar je energie naartoe gaat, waar je op focust, misschien bewust, het binnenroepen van je soulmate. Je gebeden worden gehoord. Datgene wat je manifesteert, dat wordt gehoord, Steenbok. En we hebben aantrekkingskracht. Er is een sterke magnetische aantrekkingskracht hier. Onder op het dek, romantische gevoelens. Je gevoelens zijn echt en zijn het waard om te onderzoeken. Maar daaronder ligt, let op de rode vlaggen. En we hebben hier ook nog die kaart, niets zal uit deze situatie komen. Dus hou dat in je achterhoofd. Steenbok, je mag een vraag stellen. We gaan de engelenantwoordenkaarten schudden. En kijken wat het antwoord is op jullie vraag. En mocht je geen vraag hebben, kijken we gewoon, wat is de boodschap nog voor de maand mei? Voor het Sterrenbeeld Steenbok universum. Wat is de boodschap voor het Sterrenbeeld Steenbok nog voor de maand mei? De situatie zal verbeteren. Steenbok, de situatie zal verbeteren. En onder op het dek hebben we een ja. En die kwam er tijdens het voorschudden ook uit. Een ja zonder uitroepteken, dus daar kan een ja maar achterkomen, maar dus een positief antwoord op je vraag. Ja. Perfecte timing. Blijf positief. Wacht op de perfecte timing. Krijg ik door. We gaan de influences of the angels te rot schudden. En ik wil beginnen bij carrière, werk, je financiële situatie, Steenbok. Wat mag je nog verwachten? Op het gebied van werk, carrière, financiële situatie. Voor Sterrenbeeld Steenbok voor de maand mei 2023. Steenbok. Werk, carrière, financiën. Mei 2023. Welke inzichten, welke boodschappen mag Steenbok ontvangen? Oeh, de magier. Iets nieuws creëren. Al je middelen gebruiken. Om datgene te bereiken wat je wil. En dit is gekoppeld aan het sterrenbeeld tweelingen.
Dus je bent iets aan het manifesteren op werkgebied. Nieuwe start. Kan zijn dat je onlangs in een nieuwe baan bent begonnen. Misschien wil je voor jezelf beginnen, steenbok, met de magier. Al je intelligentie, je wijsheid gebruiken. Oeh, en dan hebben we de hoge priesteres. Iemand die je... en we hebben 3 grote arcana kaarten, steenbok. Waterenergie, sterk vissen. Met de hoge priesteres. En dan hebben we ramenergie met de dwaas. Een nieuwe start. Ja, dwaas is kaart nummer 0. De magier is kaart nummer 1. En daartussen ligt die hoge priesteres. Iemand die weet wat haar te doen staat. Ze weet dingen doordat het vanuit haar binnenste wordt aangegeven. Iemand die heel sterk die verbinding voelt met zijn intuïtie. Vertrouwt op zijn intuïtie. Maar wat teruggetrokken is. Dit is iemand die mysterieus kan overkomen. Iemand die ook heel goed geheimen kan bewaren. Met de hoge priesteres. En onder op het dek hebben we de kelken 4. Dit kan te maken hebben met een afwijzing of je afgewezen voelen. Maar dit kan ook te maken hebben met iets wat er binnenkomt. De nieuwe kans. Iets wat je in eerste instantie misschien niet ziet. Of waar je niet heel enthousiast over bent. Met die hoge priesteres. Je vraagt je af... kan ik vertrouwen op mijn intuïtie? Je gaat op je gevoel af als het gaat om het maken van een keuze. Met de kelken 4. Met de dwaaskaart hebben we een kaart van optimisme. In het diepe willen springen. Ervan uitgaan dat alles goed komt. Maar ik heb het gevoel, steenbok, je wil geen dwaze beslissing maken. Volg je gevoel is de boodschap van het universum met die hoge priesteres. Kijk, en na het voorschud op jullie energie onder op het dek de sterkaart. Kaart van healing, maar ook een kaart van wensvervulling. Iets waar je op gehoopt hebt. Waarom ligt hier de kelken 4 voor steenbok op het gebied van carrière, werk, financiële situatie? De kelken 4. Waarom ligt hier de kelken 4? Er kunnen meerdere opties... de doodkaart ligt omgedraaid. Een grote verandering. Bang zijn misschien om in het diepe te springen. Een risico te nemen. Waar ligt hier de kelken 4? De krachtkaart. Ja, je bent wel terughoudend. Krachtkaart, je terughouden, diplomatiek zijn. Ja... Je innerlijke beest temmen. Je bent misschien bang iets lijkt heel mooi, maar dat is het misschien niet. Dus je bent wat terughoudend met die krachtkaart. Dit is ook een kaart van uit je comfortzone durven stappen. Misschien heb je het gevoel niet goed genoeg te zijn. Dit kan te maken hebben met afwijzingen in het verleden. In werksituaties. En ik krijg ook door dat dit ook met liefde te maken kan hebben, een steenbok. Maar dit is moedig zijn, durven hebben, de eerste stap durven zetten. Nee, je bent aan het twijfelen, je bent wat terughoudend. Ja, waarom ligt hier de magier? De magier. Dit kan een kans zijn die je geboden wordt binnen je huidige werksituatie. Misschien een andere functie waar je je twijfels over hebt, van kan ik het wel? Waarom ligt hier de magier? Met de magier, je hebt alles in huis om hier een succes van te maken. Je hebt de intelligentie. Pentakels 4. Iemand die niet uit zijn comfortzone durft te stappen. Vasthouden, de energie van vasthouden, stabiliteit willen behouden. Iemand die weerstand biedt. Je weet niet of je wil geven in deze situatie. Of dit iets is waar je aan wil geven. Nog een kaart voor die magier. Voor steenbok. Dit is ook wijze beslissingen maken als het gaat om geldsituaties. Dit is de gierigaard. Iemand die neemt, maar niet zo heel veel geeft. Iemand die goed nadenkt over waar geef ik mijn geld aan uit? Wat wil ik manifesteren? Het kan ook zo zijn dat je op dit moment zuinig aandoet, steenbok, omdat je een bepaald doel voor ogen hebt wat je wil manifesteren, waar je geld voor nodig hebt. Dus je bent je innerlijke beest aan het temmen om niet...
te geven aan bepaalde verleidingen. Om heel veel geld uit te geven bijvoorbeeld. Waarom ligt hier de magier? Je kunt iets aan het opbouwen zijn voor jezelf. Waardoor je een tijdje rustig aan moet doen. Goed op je financiën moet letten. Waarom ligt hier de magier? Voor Steenbok. Koning van Kelken, Schorpioen, Kreeft, Vissenenergie. Dit kan een vriend zijn, iemand die heel behulpzaam is, begripvol is. Iemand die je een advies geeft. Op je weg, staven 9. Een kaart van vermoeidheid, die ze niet vertrouwen. Je kunt een aanbod wat je gegeven wordt niet vertrouwen. En het heeft te maken met een lange weg die je al gegaan bent met de staven 9. De gewonde strijder die niet opgeeft. Waarom ligt hier de hoge priesteres? De hoge priesteres. Ja, aas van pentakels, dit nieuwe begin, een gouden kans. Kan een nieuwe baan zijn, een promotie, een salarisverhoging. Dit kan ook te maken hebben tussendoor met de aankoop van bijvoorbeeld een huis of de aankoop van iets anders groots. Maar wel iets wat stabiliteit brengt. En dit is iets, die gouden pentakel wordt je aangereikt omdat je al zo'n lange weg gegaan bent, niet opgegeven hebt. Dit kan een kaart zijn van fysieke uitputting, heel hard werken. Jezelf onder controle houden, discipline. En dan de kelken 9. Werken naar die wensvervulling. Dit is een kaart van wensvervulling, dankbaarheid, tevredenheid. Maar ook weer een kaart van niet uit de comfortzone durven stappen. Deze persoon vindt het prima, de situatie zoals die is. Emotionele balans is er. Geluk, ik ben dankbaar voor alles en iedereen om me heen. Mijn huidige situatie is prima. Dus waarom zou ik gaan voor iets nieuws? En de boodschap is, vertrouw op je intuïtie. Trek je terug, mediteer. En op die manier zul je inzichten krijgen. Kijk, dit wat komt, die verandering. Een verandering na een periode waar je heel hard hebt moeten werken. Waar je bent blijven volhouden, discipline hebt moeten hebben. Er wordt je iets aangereikt. En dit is goddelijke timing. Dit is perfecte timing, zagen we net ook met de engelen antwoordenkaarten. Iets wat je ook meer financiële zekerheid gaat brengen. Een soort van geluk wat op je pad komt. Met de magier op magische wijze. De magier is ook een kaart van magie. Dus er komt een soort van geluk. Er komt een versnelling, een vooruitgang, beweging in de situatie. Waarom ligt hier de dwaas? Weer een kaart van reflecteren. Pentakel 7. Je hebt ergens tijd, energie, geld wellicht ingestopt. En je bent aan het denken van, wat heeft het me opgeleverd? Wat heb ik tot nu toe bereikt? Dit is ook een kaart van, sta even stil en kijk wat je al allemaal bereikt hebt. Maar je bent ook aan het kijken, waar ga ik nog verder in investeren? Wat zijn mijn volgende stappen? Hoe ga ik verder? Het Rad van Fortuin kan ook een kaart zijn van een bestemming. De controle nemen, keuzes maken om daar te komen op die bestemming waar je graag wil zijn. En dit kan te maken hebben met een risico wat je gaat nemen. Ja, de durf hebben, de moed hebben om volle vaart vooruit te gaan. Op je doel af, die zegen binnen te halen met de zegenwagen. Er moet ook iets achtergelaten worden. Een sprong in de diepe wagen, een risico nemen. Maar dit is een kaart van de controle over je eigen bestemming terugnemen. Ja, het verleden achterlaten. Plannen maken voor de lange termijn. En na een periode van stagnatie inderdaad, de controle, de leiding nemen. De verantwoordelijkheid over je eigen doelstellingen, over je eigen geluk terugnemen. En naar een kalmer vaarwater toe gaan. Praktische stappen zetten. Je middelen op een juiste manier inzetten. En ja, dat is niet alleen je skills, je talenten, je gaves, je intelligentie, maar ook je geld op een wijze manier inzetten.
En ik zie je dus inderdaad daarop actie ondernemen. En mocht er inderdaad een aanbod binnenkomen, en dan zie ik je eerst wat terughoudend zijn. Ook met de hoge priesteres, bang zijn om de stap te zetten. Maar je hebt al heel lang gewacht. En het is tijd om nu actie te ondernemen, Steenbok. Dat is wat ik zie op het gebied van carrière, werk, financiën. Wat mogen we ontvangen op het gebied van liefde, universum, voor Steenbok? Wat mogen we ontvangen op het gebied van liefde voor Steenbok voor de maand mei 2023? 3 kaarten alsjeblieft, dank u wel. Nog 2 kaarten voor sterrenbeeld Steenbok op het gebied van liefde. Als eerste kaart de koning van kelken. Weer, en die kwam er bij de carrière ook uit. Schorpioen, kreeft, vissen energie. Je kunt een schorpioen, kreeft, vissen op je pad krijgen. Iemand die emotioneel volwassen is. Het kan iemand zijn ook waar je in een vriendschap mee zit. Maar dit kan iemand zijn die heel veel liefde te geven heeft. Iemand die ook zijn emoties heel goed onder controle heeft. Dus iemand die wat mysterieus kan overkomen. We mogen nog meer ontvangen voor sterrenbeeld Steenbok. Sterrenbeeld Steenbok. Wauw, de keizerin. Stier, weegschaal energie. De geboorte van een nieuwe relatie. Dit is de geboorte van iets nieuws. De geboorte van een kind. De geboorte van een nieuw zakelijk plan. De geboorte van een relatie. Want deze kaart is gekoppeld aan Venus. Wat te maken heeft met liefde, maar ook financiële zaken. Ja, dit is iemand die zorgt voor groei, uitbreiding. Iets nieuws. Datgene koesteren waardoor er uitbreiding en groei plaatsvindt. Een moederenergie. Voor sommigen van jullie zijn jullie moeder. Of vader natuurlijk. Wat mogen we nog meer ontvangen? Oh. Kelken 8. Emotioneel terugtrekken van een situatie die je niet langer gelukkig maakt. Dus het kan zijn dat je fysiek al gescheiden bent van een bepaalde persoon, maar dat je nu ook inderdaad emotioneel je terug gaat trekken. En het kan water tegen, schorpioen, kreeft, vissen of een stier, weegschaal zijn of iemand in die energie. Ja, er heeft al een einde plaatsgevonden met de doodkaart. En het is nu tijd voor verandering en dat kan te maken hebben met nieuwe liefde, schorpioenenergie. En dan hebben we het oordeel, loslaten van het verleden. Een transformatie, een grote transformatie gaat er binnenkomen. Dit is vergeving voor jezelf, voor een ander, voor een situatie. En een nieuw leven starten. Een grote verandering. Kan ook zo zijn dat je te maken hebt met een ramleeuwboogschutter. We hebben hier een koning van staven. Maar iemand met hele sterke emoties. En de doodkaart lag hieronder, dus ik leg hem hier neer. Dan gaan we de kaarten verklaren. Universum, waarom ligt die doodkaart hier voor het sterrenbeeld Steenbok? In liefde, waarom ligt hier de doodkaart? De doodkaart voor Steenbok. In liefde. Waarom ligt hier de doodkaart voor het sterrenbeeld Steenbok als het gaat om liefde? Sterrenbeeld Steenbok. Oeh. Kelken 2. Soulmate energie. Ridder van zwaarden. De wereldkaart. Dus iets is voorbij. Een nieuw hoofdstuk. Een transformatie. En we hebben de kelken 3. Waar ligt hier de kelken 3? En de krachtkaart. Dus Steenbok, ik heb het gevoel dat dit te maken heeft met een relatie die al beëindigd is. Kelken 3. Koning van zwaarden. Tweelingweegschaal. Waterman energie. Nog een kaart voor de kelken 3. Koningin van staven. Ramleeuwboogschutter. Een situatie kan beëindigd zijn, een relatie. Daar kan een derde persoon bij betrokken zijn met de kelken 3. Met die koningin van staven. Er kan communicatie binnenkomen over een einde.
Iemand waar je heel veel liefde mee voor voelt. Waarom ligt hier de koning van kelken? Maar dit kan ook een einde zijn wat al plaats heeft gevonden. En waar je nu ook emotioneel echt van gaat terugtrekken met de kelken 8. Je gaat keuzes maken die goed zijn voor jezelf. De keizerin, goed zorgen voor jezelf. Waarom ligt hier de koning van kelken? Steenbok energie. Sorry, voor steenbok. De koning van kelken universum. Voor steenbok. Pentakels 8. Iemand wil werken aan de situatie. Iemand wil het werk erin stoppen, steenbok. Nog een kaart voor de koning van kelken. Oh. En dan hebben we jullie eigen energie. De duivel energie. Ja, dit kan betekenen dat iemand het werk wil stoppen in jullie connectie. Je bent wellicht onlangs door een einde, ja, heb je een einde meegemaakt met een soulmate. Duivelenergie kan ook staan voor een toxische relatie of angsten, ego. Waarom ligt die duivel hier? Kan iemand zijn die misschien wat emotioneel manipulatief is? Of iemand waar je ja, een bepaald gevoel bij hebt dat er iets niet klopt. Waarom ligt hier de duivel? Ja, kelken 4. Ik heb het gevoel dat dit een nieuwe persoon is. Schorpioen, kreeftvissen, steenbok energie. Iemand die zijn kelk aanbiedt, maar je bent daar niet heel erg enthousiast over. En dat was ook de energie die eigenlijk voor het sterrenbeeld maagd een beetje naar voren kwam. Er zijn dingen waarvan je denkt bij deze persoon, waarom ligt hier de keizerin? De keizerin. En dit kan te maken hebben met een nieuwe persoon die je hebt leren kennen, een nieuwe liefde. Iemand waar je wel gevoelens voor voelt. En dat kan ook staan voor onzekerheid. De duivel. Bang zijn om afgewezen te worden. Bang zijn, ik ben niet goed genoeg. En uiteindelijk gaat het leiden tot een einde. En wellicht maak je een keuze om een situatie eerder te beëindigen. Alvorens een ander de situatie kan beëindigen. Voor de keizerin hebben we de gerechtigheidkaart. Balans. Dit zijn echt twee superkaarten om ook onder elkaar te krijgen. De gerechtigheid, een kaart van karma. Een kaart van eerlijk zijn naar jezelf, assertief durven zijn, beslissingen maken. Dit kan te maken hebben met contracten. Ja, een relatie is ook een soort van contract. De keizerin. Nog een kaart voor de keizerin. Je gaat een beslissing maken die goed is voor jezelf. Eerlijk zijn naar jezelf toe. Ja, hoe, zeker. De aas van zwaarden, een doorbraak, een inzicht krijgen. Je kunt een inzicht krijgen door te mediteren. Maar dit is een doorbraak. Dit is nadenken, actie ondernemen. Dit is ook een kaart van beslissingen maken. Mensen, situaties die niet goed zijn voor me. Die me niet verder helpen op mijn persoonlijke pad. Op mijn groei, bij mijn groei, bij mijn ontwikkeling. Achterlaten met het zwaard. Twee zwaarden naast elkaar. Het kan zijn dat je ergens een plaatsing hebt. Heel sterk in luchtenergie. Waarom ligt hier de kelken 8? Staven 6. Leeuwenergie. Overwinning. Erkenning krijgen. Beloning krijgen. Gezien worden. Succes behalen. Met de kelken 8. Een situatie verlaten die je niet langer gelukkig maakt. Je kunt te maken hebben met iemand die net iets te veel geniet van alle aandacht die hij krijgt. Iemand die in zijn ego zit. Iemand die gezien wil worden. En dat is het wat je niet aanstaat van deze persoon. Je bent zelf helemaal niet een show-off, zeg maar. En deze persoon kan echt een show-off zijn. Echt in zijn ego zitten, in het middelpunt willen staan. En je hebt het gevoel van, nee, dit is niet iets wat bij me past. Waarom ligt hier de kelken 8? En dit kan een hele specifieke boodschap zijn, wat ik doorkrijg. Ja, een keuze maken.
Kijk, je wil iemand die niet alleen gefocust is op zichzelf en wat anderen vinden en genieten van aandacht, maar ook iemand die gewoon zijn tijd en energie in jullie connectie stopt en iemand die jou ziet. Je wil ook ja, die erkenning krijgen van je persoon als je een relatie start. Dit is inderdaad die afvragen, is dit wat me gelukkig maakt? En ja, er is een hele sterke band tussen jou en deze persoon. En voor anderen van jullie kan het zo zijn dat die nieuwe persoon je helpt om de keuze te maken om definitief afscheid te nemen van een situatie die in het verleden al is beëindigd en waar je nog emotioneel nog steeds op de een of andere manier aan vasthoudt. Een nieuwe persoon kan ervoor zorgen dat je die situatie verlaat. Een nieuwe persoon kan ervoor zorgen dat je de situatie ziet voor wat het is en de connectie met een ja, met iemand uit het verleden kan een ongezonde relatie zijn geweest, maar iets waar je aan bent blijven vasthouden. Of iets wat je blokkeert inderdaad om verder te gaan. Het kan ook iemand zijn die in het verleden ja, een verhouding of een relatie heeft gehad met iemand anders. Je bedrogen heeft als het ware, waardoor je onzeker bent geworden over jezelf. Maar deze persoon, als er een nieuwe persoon binnenkomt, kan ook iemand zijn die jou ziet. Maar je staat voor een keuze. Met de geliefde kaart, een keuze uit twee. En ik heb het gevoel, dit is een relatie uit het verleden waaraan vastgehouden blijft worden. En ja, je gaat je terugtrekken. En de kelke 8 is de kaart die voor de kluizenaar komt. Dus echt een hele diepe zoektocht. Terugtrekken. Je schaduwzijde onder ogen durven zien. Je angsten doorheen werken. En voor jezelf bepalen, welk pad wil ik gaan bewandelen? En ook vertrouwen op je innerlijke wijsheid met de maagdenergie, met de kluizenaar. Dus je gaat reflecteren op een situatie, een beslissing nemen. En de beslissing is, er gaat iets beëindigd worden. Je gaat je emotioneel terugtrekken met de kelke 8. Actief werken aan je eigen geluk. Actief stappen zetten richting de kelke 9. Een kaart van wensvervulling, geluk, emotionele balans. Iets heeft je ook emotioneel uit balans gebracht. Want we hebben hier de pentakels 2. Er is balans nodig in de situatie. Dit is ook het juggelen van twee situaties, twee personen, een persoon en een situatie. Dus ja, Steenbok, ik heb het gevoel, je gaat echt in de maand mei door een periode van één situatie achterlaten en een nieuwe situatie beginnen. En voor sommigen kan een nieuwe situatie, een nieuwe persoon die op je pad komt, ook twijfels bij je naar boven brengen. En kun je het gevoel hebben, dit is het niet. Ik ga de situatie verlaten. Voor anderen van jullie ga je definitief iets uit het verleden achterlaten op emotioneel gebied. En gaat er een nieuwe start, een nieuwe relatie plaatsvinden. Er gaat hoe dan ook een beslissing gemaakt worden. En dat zal voor iedere steenbok anders zijn. De beslissing die je maakt. Ja, je bent een afweging aan het maken. Er is balans nodig en ik zie je inderdaad nog zorgen maken in het hoofd zetten. Je bent gefocust wellicht op je carrière, op je financiën op dit moment. Maar je wil ook beslissingen maken die goed zijn voor jezelf. En de boodschap is vertrouw daarbij op je intuïtie. Vertrouw op je intuïtie. Als het iemand is die inderdaad waarvan je het gevoel hebt net iets te veel te genieten van aandacht van anderen, ego. Iemand die wellicht geen stabiliteit kan bieden, in en uit is. Ik zag de ridder van staven onder op het dek. Maak een beslissing die goed is voor jezelf. Dus ja, Steenbok, dit is wat ik voor jullie heb. Als het resoneert, geef mijn video een like. Abonneer je op mijn kanaal, dat is natuurlijk gewoon gratis. En mocht je een persoonlijke reading willen aanvragen, kan dat ook via de website. En alles staat in de beschrijving onder de video. Nou, ik wens jullie een hele mooie maand mei toe. Heel veel liefde en licht en tot de volgende keer. Doei!